Het is vandaag Wereldnierendag. Op deze dag wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor chronisch nierfalen. Verschillende ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen houden op deze dag informatiebijeenkomsten over de gezondheid van de nieren, nierziekten en nierbehandelingen, zoals dialyse. Zo ook het dialysecentrum Diapora, dat in samenwerking met haar zusterbedrijven Medisch Diagnostisch Centrum MDC, Farmport Diabitre, Intermed Caribe en MyLab een open dag heeft gehouden in haar centrum in het Diakonessenhuis. Kieren Silgobind, Business Unit Manager van Diapora, vertelt wat de open dag inhoudt. Waarbij we dus informatie verstrekken over de nieren en de gevolgen als je dus nierschade krijgt, wat er allemaal kunt gebeuren en om eigenlijk nierschade ook te voorkomen. Dus we staan hier met een aantal bedrijven die dus informatie geven, preventie, tot aan in de behandeling als je dus gedialyseerd moet worden. In Suriname zijn de hoofdoorzaken voor dialyse voornamelijk bloeddruk- en bloedsuikerpatiënten of in combinatie. En belangrijk is dat als je een bloeddrukpatiënt bent of een bloedsuikerpatiënt bent, dat je dus jezelf goed moet monitoren. Op tijd moet testen, op tijd naar de huisarts moet gaan om nierschade te voorkomen. Want doe je dat niet, kan je dus uiteindelijk wel in de dialyse belanden. En dat betekent leven lang dialyseren. Maar ook als je nog geen patiënt bent, moet je ervoor zorgen dat je op tijd gaat testen. Op tijd naar het lab toe gaat. Op tijd jezelf laat controleren, zodat je het ook op tijd kunt ontdekken, mocht er iets zijn. Maar wat natuurlijk ook meegaat, is een healthy lifestyle. Dus vandaar dat we ook een diëtiste hier hebben, die dus ook vertelt over voeding, over een healthy lifestyle. Dus we hebben dus ook scholen uitgenodigd, we hebben al één klas gehad. En dan komen nog een paar tot één uur. Maar het begint bij de jongeren, waarbij we de jongeren kunnen vertellen hoe je dus altijd eigenlijk een healthy lifestyle moet hebben. En als je dat niet hebt, wat de gevolgen kunnen zijn. Dus ze kijken mee, ze luisteren mee, je kunt heel wat zien. Je gaat ook op de dialyseafdeling, er is ook een filmpje over kinderdialyse. En dat wordt dus hier allemaal vertoond. De opendag was tot vanmiddag 6 uur. Diapora is op het terrein van het Diakonessenhuis, maar is niet gekoppeld aan het ziekenhuis. Aldus Kieren Silgobind, Business Unit Manager van Diapora. Ze vertelde meer over de opendag die is gehouden in het kader van Wereldnierendag vandaag.